Video ga ik in het Nederlands doen. Ik heb net een mail gestuurd in samenwerking met mijn vertrouwenspersoon trouwens. Conform artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek heb ik recht op een schadevergoeding, want er zijn procedurefouten gemaakt. Ik heb hier 2 keer 40 dagen opsluiting gehad, waarna een dubieuze beschuldiging van chronische schizofrenie, terwijl ik gewoon een bodhisattva ben, dat weten jullie al. En ik vraag dus een schadevergoeding per dag dat ik hier zit. En verder wens ik geen rotzooi meer in mijn lijf. Tenzij de afgesproken lage dosis. Totdat de shift voorbij is en dat zal heel snel beginnen gaan. En dan is het allemaal niet meer nodig. Want het blijft onderdrukking en nazi-praktijken. Tot zover deze korte update. The resistance shall be victorious. God shall be victorious and not the fascists. Thank you.